Hier gaan we nog even de elektriciteitsoefening van Python maken. De opgave vinden jullie op Classroom. In deze oefening hebben we het eigenlijk niet echt nodig, maar ik ga hem toch erin zetten. Als je de functies uit de maatbibliotheek wil gebruiken, dan zet je je import maatcommando bovenaan. En het beste is om een lege regel ertussen te laten. Bij de elektriciteitsoefening moeten we drie dingen weten van de gebruiker. De oude meterstand, die ga ik in de variabele oude meter steken. Nieuwe meterstand in nieuwe meter. En gezinsleden, ga ik in variabele gezin stoppen. Dus je bent niet verplicht om hele lange variabele namen te kiezen. Maar je kiest best een naam die goed omschrijft wat erin zit. En belangrijk is dat er ook geen spatie in je variabele naam mag staan. Het moet aan elkaar zijn. Het mag ook niet beginnen met het cijfer. We gaan vragen aan de gebruiker om dat in te typen. Dat is met het input-commando. En ik ga een beetje copy-pasten. Goed, dat zijn drie getalletjes die gaan ingegeven worden. Maar nu ziet Python dat als tekst. Om dat te laten omzetten in tekst, moeten we dat input-commando nog tussen haakjes zetten. En moeten we daar de juiste methode rondzetten. Een geheel getal is een int. Het aantal gezinsleden, dat kan maar een geheel getal zijn. Dat gaan we omzetten naar een geheel getal, naar een int. Maar de meterstand, ja, daar kan er een komma in zitten eventueel. Dus daar gaan we een float van maken. We moesten drie dingen inlezen, dat is gebeurd. Dus dat is de inputfase van ons programma. Dan komen we aan de berekeningfase van ons programma. En op het einde moeten we alles nog mooi op het scherm zetten. De berekeningen. Een meterstand, hoe werkt een elektriciteitsmeter? Die registreert hoeveel elektriciteit dat er passeert. Aan het begin van de maand, de oude meterstand, staat die bijvoorbeeld op 200. Op het einde van de maand staat die op 300. Wat is er dan gebeurd in die maand? We hebben 100 elektriciteit verbruikt. Hoe berekenen we hoeveel dat er verbruikt is? Door de oude meterstand af te trekken van de nieuwe meterstand. Gelukkig is de regering een beetje hulpzaam en krijgen we een beetje gratis elektriciteit. Dat ga ik bijhouden in variabele gratis. Elke huis krijgt sowieso 100 elektriciteit, 100 kilowattuur gratis. Maar hoe meer dat je bent, krijg je nog een extraatje. Elk gezinslid die er woont, daarvoor krijg je ook nog eens 20 kilowattuur extra. Dus we gaan ons aantal gezinsleden nemen en dat maal 20. Ik zie dat ik hier nog moet de tekst die verschijnt aanpassen, zodat de gebruiker wel iedere keer het juiste te zien krijgt en het juiste kan ingeven. Dus ik had dat copy-paste, maar je moet dat natuurlijk wel aanpassen. Dus, we weten hoeveel dat we verbruikt hebben en we weten hoeveel dat we er gratis krijgen. Hoeveel moeten we nu betalen? En wel, het aantal kilowattuur dat we verbruikt hebben, daar mogen we hetgeen dat gratis is, van aftrekken. Als je 100 appels koopt en je krijgt er 50 gratis, dan moet je er maar 50 betalen. 100 min 50. Dan moeten we nog rekenen hoeveel dat de elektriciteit kost. We weten nu hoeveel kilowattuur we moeten betalen, maar dat moeten we maal de kost van de elektriciteit doen. Maal is een sterretje. De kostprijs in de opgave is 0,125, maar opgepast. Een kommagetal in een programmeertaal moet je altijd als een puntje schrijven. Nu is alles al berekend, maar als we ons programma runnen, gaan we kunnen ingeven, maar gaat er nog niets op het scherm verschijnen. We moeten dan nu nog mooi op het scherm printen. Eerst moet er komen hoeveel dat er verbruikt geweest is. In welke variabele zit hoeveel dat we verbruikt hebben? In variabele verbruikt. Dus we gaan dat achter het eerste stukje tekst plakken met behulp van de komma. En dan gaan we daar nog een, iets achter plakken, dat dat een mooie zin is. Dan moeten we printen hoeveel dat we gratis krijgen. In welke variabele zit het gratis? Ah, wel. En gratis, dus hier gebruik ik gratis naar de komma. Dan kunnen we misschien ook printen hoeveel dat we er dan moeten betalen. Um,
En uiteindelijk, wat wou de gebruiker eigenlijk weten? Hoeveel dat het hem uiteindelijk zal kosten en dat het een variabele kost. Even het eurosymbooltje aan het zoeken. Ja. Zo, en dan is ons programmaatje gemaakt. We hebben eerst gekeken van wat moesten we inlezen. We doen een input en we zetten dat om naar het juiste getaltype. Dan lezen we de opgave eens goed en kijken we welke berekeningen dat er eigenlijk moeten gebeuren volgens die opgave. En dan belangrijk is ook om alles mooi op het scherm te printen. Als we dat nu runnen, kunnen we normaal de oude meterstand ingeven en de nieuwe meterstand. We hebben een kroostrijk gezin. Dus we krijgen veel gratis. 350 verbruikt, 200 gratis, dus 150 moeten we betalen. En we zien hoeveel ons dat zal kosten.